Goedemorgen vloggers, het is zaterdag 5 juni, dag 6 van onze vlogweek. Ik zie zoveel gave dingen voorbij komen en ik denk vandaag, nou, weet je wat, ga ik nou vandaag weer laten zien? Nou, ik heb van die gave mappen met allerlei prularia die te maken hebben met strips. En ik dacht, weet je, ik ga daar gewoon even doorheen. Er zitten allemaal leuke verschillende dingen in. We beginnen hier een leuke kerstkaart, niet helemaal in lijn met het weer nu, maar die is van Erik Heuvel. Hierachter een tekening van onze destijds kat Noortje, getekend door Henrike Goorhuis. Ik heb hier wat artprints van Oscar Martin, die de reeks Solo maakt. Hier heb ik bijvoorbeeld nog wat prenten van strips op de markt Gouda. Van Charles Cambray, Amoras. Deze is nog van Hanko Kolk. Deze is ook nog van strippen op de markt. Ook allemaal Charles Cambray. Deze is van Kenny Rubenis, Turtles. Nog van Fax. Een mooie print van de kat van Guus Vlater. En de mail. Krijg je bij bestellingen bij een Franse website. Deze is nog gesigneerd door Charles. Dat was een reeks die uit mijn hoofd op Veldhoven, dan wel Eindhoven is. Brabant stripspectakel in ieder geval. Dit is een leuke van Gerben die ook die uiltje etiketten maakt. Hier nog wat prenten van Dark Dragon Books. Martin Lodewijk, een aantal jaar geleden werd hij 80, kreeg ik deze van Eppo. Dat zijn natuurlijk ook allemaal unieke dingen om te bewaren. Ook van Rob zelf nog iets van de Eppo. Deze stickers zaten bij een collectie van Guust. Dat was een misdruk. Die kon je dan opnieuw doen. Dit is een gave serie, de Vleugels van de Aap. Etienne Willem, dat is een hele goede tekenaar vind ik zelf. Van vooral dierlijke mensen. Elfquest. Dit is de print die Tim heeft gemaakt. Alleen dan even een voorschets. Willem Vleeschouwer, ook een prachtige tekenaar vind ik zelf. Dit is ook een hele mooie. Ingrid de Vuist. Zij is Belgisch tekenares, ze tekent heel veel Indianen strips. Mooie van Erik. Van de stripbeurs Perlicum. Joep van der Weijden, ook leuk. Ja, het is een behoorlijke map hoor, dus ik weet niet hoe lang deze vlog gaat duren. Maar ik laat toch deze even zien. Deze van Romano bijvoorbeeld. Dit is een hele leuke kattenkermis van Gerben. Douwe Dabbert. Nog één. Oliver Swartz van Breda. En dit is een leuke kaartenreeks van onze vriend Dirk Jan. Er zitten een aantal bij. Ja, die zijn ook gaaf, hè. Goed, er bestonden er al twee sets van. Die zullen ook allemaal wel in deze map zitten. Ik ben ook vriend van het festival. Ik hoop weer dat het doorgaat, Breda. Het zal volgend jaar hopelijk worden. Kaartset van Frank Cho. Die zat bij het artboek Ballpoint Beauties. Ook heel gaaf. Mijn vriend Leon Verhoeven. Stripkookboek. Hier gepersifleerd door Johan Neefjes, als ik het goed zie. Ook een eigen uitgeverij nu. Waaronder deze prenten. Komt Ninetales komt onderaan uit. Dit is een leuk van Luc Morgeau. Jean-Marc Krings. Hier een origineeltje van Erik Schreurs. Ook helaas ons ontvallen. Leienaar. Mooie Franca zeefdruk gekregen bij Katawiki Veiling. Metalen plaat van Jeroen Bloks. Ja, en zo zie je. Ik stop het allemaal mooi bij elkaar. Het is altijd leuk om dan weer even te kijken. Het is een eurobiljet van Robbedoes. Van de fameuze fanclub. Hompie door Dick Heinz. Kaart van Dick Matena. Kerstkaart. Dit is dan een Katawiki print. Apri Cusbiantoro en Willem Ritsier. Mooie originele van Federico Bertolucci.
Ook een geweldige tekenaar, zoek hem maar eens op. Elsje met Boes. Week is nog niet doormidden. Het is zaterdag al, maar goed, deze gaat wel doormidden. Dit is het certificaat bij het beeldje horend. Dit is ook weer van die nieuwe reeks Ninetales. Is getekend door Apri. Prachtig. Ja, dit zijn toch leuke. Romano heeft ook deze print gemaakt. Dus die heb ik ook al in de map zitten. We zijn er bijna. Kenny, Dating for Geeks. Ook weer mooi van Stripweb. Krijg je gratis bij bestellingen. Dit is nog oude Robbedoes en Kwabbenoot collectie. Dutch Lucky Luke heeft deze getekend voor mij. Marsupilami. En deze heeft Gerben voor mij gemaakt. Ook gaaf. Corona, blijf in je kot. Dat hebben we allemaal gedaan. Tim Arts. De print horen bij het beeldje van meneer Peuk. Kijk, die had ik al een keer. Suske en Wiske. Weer een kerstkaart. En nog een kerstkaart van Dick Heinz. En van Ed van der Linden. Elsje print. En deze printen ook nog eens. Deze worden bij de Van Bommel schoenen die ik ook heb. Ja, dat moet je dan ook bewaren. En dit zat bij het nieuwste solo-album van die Oscar Martin. Hij heeft ook voor Disney en Warner Brothers gewerkt. Ja, en dit is toch omdat ik natuurlijk Gerben mede heb kunnen laten winnen. Heb ik ook wat krantenknipsels van de Schipschapprijs. Dit is een Bolly & Billy poster. Nou, dat was hem. Ik zal de volgende man misschien een andere keer laten zien. Maar voor nu, een fijn weekend mensen.